Mijn droom uh, is om op de Olympische Spelen te staan en daar een gouden medaille te halen. Rosalie van Vliet heeft een duidelijk doel voor ogen. De 16-jarige schaatster uit Zeewolde maakte vorig jaar de overstap van het KNSB-talententeam naar opleidingsploeg Talentnet. We zijn uh, elke dag met elkaar aan het trainen. en uh, We wonen allemaal dicht bij elkaar, we wonen met z'n allen hier. Dus uh, we hoeven niet lang te reizen naar een training toe. Er wordt een strak schema gehanteerd, legt Rosalie uit. Om uh, kwart voor negen staan we op het ijs, tot tien uur. Dan, daarna ga ik uh, twee uurtjes dus naar school en in de middag heb ik dan, hebben we dan vier uur weer training. Coach Gerard Kempkers weet als geen ander welke route Rosalie heeft af te leggen. Ik heb deze route zelf door, doorgemaakt. Ik was uh, 16 toen werd ik voor het eerst uitgenodigd voor een landelijk team, Jong Oranje destijds. Uh, mijn vrienden begonnen het surfboard te ontdekken, het meer, de winterzee. Uh, uh, gingen uh, nog een paar jaar later de kroeg in, uh, de disco in, uh, noem het allemaal maar op. Heb ik het gemist? Nee. Het um, is een kwestie van, kwestie van wat is je definitie van leuk? En wat is je definitie van waar haal ik genoeg uit uh, uh, en mijn ontspanning uit? En uh, ik denk dat als wij met een groepje hier vandaan 2, 2,5, 3 uur gaan fietsen, dat we allemaal met een big smile op ons gezicht terugkomen. Omdat dat is ons dingetje Dat is waar wij heel veel plezier uit halen. Dat is waar wij lol uit halen. Uh, dus het is, kijk, hè, mensen zeggen vaak: je moet er heel veel verlaten. Maar zo voelen wij topsporters dat niet. Ik heb het uh, naar mijn zin, school gaat goed, schaatsen gaat goed. Dus uh, tot nu toe uh, gaat alles goed eigenlijk. Rosalie werd twee weken geleden nog Nederlands kampioen bij de B-Junioren. door op liefst vier afstanden de winnen, de tijd te rijden. En met het zetten van het laatste stapje naar de top wil Gerard Kempkers haar dolgraag helpen. het meeste daarvan uh, 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 zit hem op schaatstechnisch gebied. Uh, met haar leeftijd en dat mag, uh, is ze ook nog een vrij technisch gezien een vrij jonge schaatser. Ze heeft uh, uh, van ons al meerdere keren de preken gehoord wat uh, volwassen schaatsen is. Dat lukte nog niet uh, tot soms een beetje. Um, en daar zal ze zeker nog stappen in moeten maken. En, en, en nogmaals, het begint bij het begrip. Die begint ze nu te krijgen. En als ze het begrip heeft, moet ze dat vertalen in, uh, in. Nou ja, dan kan ik vaktermen noemen als een beetje meer lengte in de slag, een beetje meer massa dragen. Nou, zo zijn er nog een aantal dingen meer die ze, die ze op het ijs zeker nog kan verbeteren. Aan motivatie geen gebrek, want Rosalie heeft er echt alles voor over. Nou, ik denk dat het met mijn mindset wel goed zit en dat ik er gewoon heel graag wil. En waarom wil ze zijn weg? Dat is iets wat je moet uit durven spreken. Dat durft ze gelukkig. Uh, het andere wat heel goed is aan Rosalie is dat ze daar ook inhoud aan geeft. Dus in haar dagelijks handelen uh, hier in de academie. Maar ik weet ook in de thuissituatie uh, en zeker ook in het rijden van wedstrijden en het doen van trainingen... geeft ze daar ook echt daadwerkelijk inhoud aan. En dan ben je al een stap verder. Uh, of het lukt gaan we niet beloven. Maar uh, uh, je het begint bij die uitspraak. En er inhoud aan geven in je dagelijks doen en laten. En ja, dan de uh, sky is the limit, you never know.